Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berendsen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven. Ik kreeg wel iedere keer te horen van nou, dit zien we niet heel vaak, maar ik werd wel voorbereid op het ergste. Hmm. Ja. En ja, iedere keer heb je natuurlijk wel hoop. En iedere keer denk je, erger dan dit gaat het niet worden. Hallo lieve luisteraars en kijkers van de podcast Holistisch Leven. En ik ben heel erg blij eigenlijk om te zeggen dat Robert Charoux hier bij mij in de podcast zit. En je ziet hier een brilletje liggen, die ga ik zo opdoen. En ik heb een bijzonder verzoek ook aan jullie. Robert Charoux. Hij is comedian, hij is inspirator, motivator en ik ken hem al. Ja, ik ben bevoorrecht om hem al een hele tijd te kennen. Want we hebben samen op de hotelschool gezeten. We hebben allebei les gehad van Els van Stijn, ook wel bekend van de Fontein. Wij waren vroeger matties van elkaar, hebben elkaar even een tijdje uit het oog verloren en ontmoeten elkaar weer na een aantal jaar. En ik ben er toen in die tijd achtergekomen dat Robert in die tussentijd blind is geworden. En dat is in 2016 geweest, hè? Ja. En 4 maanden later is ook jouw onderbeen geamputeerd. Best wel een hele heftige tijd heb jij ook gehad. En nu ben je eigenlijk comedian geworden en supermooi. En alles wat jij doet, volg ik natuurlijk trouw. En het belooft een hele bijzondere podcast te worden. Want ik ga zo direct dus een brilletje opzetten waar ik niks door zie. En degene die nu luisteren en kijken, wil ik vragen om iets ook van een brilletje op te zetten. Ja, deze zijn helemaal afgeplakt. Of dat je een soort van een theedoek of zoiets ombindt. Of wat kan nog meer? Een slaapmasker. Ja. Kijk maar wat je fijn vindt. Maar we hebben natuurlijk ook een oefening strakjes. Dus als je mee wil doen met mij, wil ik je ook vragen om iets te pakken wat je lekker kan eten. Verschillende smaken, chips of appeltjes of tomaten of iets van koffie of thee. Verschillende smaken. Dus pak dat even. Zet de podcast even op pauze. En dan ga jij zo direct met mij en Robert natuurlijk de smaaktest doen. Want ja, alles kan je natuurlijk anders ervaren. Je zintuigen ervaar je anders als je niet meer ziet. Zeg ik het zo goed? Ja, in het kort samengevat helemaal goed. Ja? Ja. Nou, dan gaan wij beginnen. Dus ik ga mijn bril opzetten. Ik zie jullie dus ook. Ik zie Robert dus ook niet meer. En Peter die gaat zo direct de luisteraarsvragen stellen. En ik heb dus ook geen benul meer van tijd. En ik laat mij meenemen in deze reis. Ik heb hem op. Ik doe hem even iets strakker, want ik zie een heel klein beetje aan de zijkant nog licht. En dat maakt het dus ook helemaal donker voor mij. Lieve Robert. Ja, ik zie dus nu helemaal niks meer. En dit is jouw dagelijkse gang van zaken. Al de afgelopen jaren. Zeven jaar? Ja. Nee, 8 jaar zeg ik dat? 7 jaar? Ja, sinds april 2016. Ja. Ja, jeetje, hoe is dat voor jou? Ik ga natuurlijk een beetje voorbij aan mijn eerste vraag. Want ik moet natuurlijk eerst stellen wat de podcast Holistisch Leven voor jou betekent. Ja, nou, wat betekent Holistisch Leven voor mij? Ik heb echt al weken zitten bedenken, wat ga ik hierop antwoorden? En dan nu weet je het dan niet. Mm-hmm. Maar Holistisch Leven voor mij is doen wat op dat moment of wat op dit moment goed voelt en goed is voor mij. Mm-hmm. Ik heb van die dagen, dan heb ik geen zin om achter mijn laptop te schrijven of te kruipen en te schrijven, dan doe ik dat dan maar niet. Maar er zijn ook dagen dat ik zin heb om dikke patat te eten. Dan denk ik, yeah baby, en dan doe ik dat gewoon. Ja. En, maar ook wel gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja. Ik ben tegenwoordig best wel fanatiek met trouw naar de sportschool gaan. Dus eigenlijk gewoon goed doen wat voor mij goed is eigenlijk. Ja, ja. Ja, en het is dus zowel lichamelijk, dat je dus voor je lichaam zorgt, maar dus ook voor jouw ziel, voor je geest, voor jouw hele zijn. Ja. Ja. Rusten wanneer ik moet rusten, want ik slaap heel weinig, dus ik maar ik rust wel veel. Ja. Dus doordat ik de afgelopen jaren geen dag en nacht meer zie, mm-hmm. dan maak ik ook geen slaaphormonen of melatonine aan. Nee, en dus ik slaap
Nou, 3-4 uurtjes de nacht. Maar dan, als ik dan wakker word of ben, dan blijf ik wel liggen. Ja. Dan, het is dan niet dat ik dan uit bed ga en helemaal actief ga doen. Want dan merk je wel dat je lichaam vermoeid raakt. Ja, ja. Ja. Ja, precies. Want je lichaam heeft natuurlijk wel die rust nodig. Die rust nodig, ja. Ja. Hé, hey, want neem maar eens mee naar Robert als klein jongetje, zo in de reis waar je nu staat. Ik heb een deel van jouw pad natuurlijk mee mogen op de hotelschool, maar nog voor daar. Hoe was jij als kind? Poeh, nou, druk. Ben opgegroeid. Nou, het was toen het kleine, rustige Zoetermeer. Mm-hmm. Zoetermeer, En ja, veel buiten, veel vriendjes op straat. Dat ging, ja, dat een beetje, eigenlijk gewoon een beetje een rustig jeugd, een rustige tienertijd gehad. Niet, ik was niet heel erg extreem of zoiets. Ik was wel, ik had wel bij mij in de straat wel wat oudere vrienden, dus ik kon altijd mee met hun. Dus ik werd een beetje, ik was een beetje de Benjamin van die groep. Ja. Ja, dus ik begon wel al wat eerder met stappen eigenlijk. Dat was denk ik 14, 15 denk ik. Omdat die jongens bij mij in de straat al 17, 18 waren. Dus ja, en daar was ik dan eigenlijk, daar was ik dan mee opgegroeid. Want ja, mijn zus ging dan om met hun zussen. Dus vandaar dat het dan makkelijker voor mijn moeder was van oké, ga maar met hun mee uit. Ja, dat mag wel. Dat mag het wel. Ja, dus ja, eigenlijk ben ik zo eigenlijk, ja, mijn jeugd doorgekabbeld. Totdat ik erachter kwam dat ik horeca wel leuk vond. Nou, de hotelschool gedaan. Ja, eigenlijk dat ook wel met horten en stoten afgemaakt. Naar het buitenland gegaan om te werken. Waar zat jij ook alweer? Ik heb een hele lange tijd in België gezeten. Daarna in Paramaribo. Mm-hmm. Daarna een tijd op Curaçao. En toen weer in Nederland. En ik was toen, nou, voordat de ellende begon, was ik wel aan het kijken of ik een werkplek kon krijgen in China. Mm-hmm. Maar dat is, nou ja, er waren iets van 16 rondes, sollicitatierondes. En ik was tot nummer 10 of zo, nummer 10 of 11 gekomen. Toch wel ver nog. Ja, ja. Dus, maar wat voor functie was het? Assistant F&B in Nanjing. En Nanjing is een, ja, een soort van studentenstad, de Leiden van China eigenlijk. Het is een beetje een, ja, een tech city. Heel veel tech komt daar vandaan. Ja, ja, ja. Dus ik wilde eigenlijk wel daar naartoe, maar ja, dat ging dus niet door. Nee. Dus en ja. Toen? Nou, ik ging toen doen werken. En toen ben ik ook voor mezelf begonnen. En dat ging eigenlijk, ja, de eerste paar maanden, nou ja, dat viel het best wel tegen. Want je moet nog namaken. En eindelijk begon het een beetje te lopen. En toen kreeg ik een ernstig ongeluk op mijn werk. Waarbij mijn hele rechterbeen werd verbrijzeld. Ja, want je had iets, was iets met stoelen, toch? Ja, ik was aan het sjouwen. Ik dacht, ik ga wat voorbereidend werk doen. Zelfs dat we eerder klaar zijn, dan wordt het geen nachtwerk. En een hele grote kar met, nou, ik denk 26, 27 van die zware buitenstoelen, die vielen om. Ik probeer het eigenlijk tegen te houden, maar ja, dat was natuurlijk, ja, dat gewicht, dat is doodgewicht, dat valt om, dat kiepert om. Ja. Dus ik kon het nog net ontwijken, maar ik kon het niet ontwijken dat het niet op mijn been viel. Dus mijn hele been, vanaf mijn heup tot aan mijn, ja, grote teen, ja, helemaal verbrijzeld en mijn been lag ook in een rare positie. Dus toen was ik nog niet blind, dus ik keek zo van, nou, volgens mij is het niet goed. Ja. Dus ik heb nog een tijd nog wel daar gelegen, want ik kon niemand bereiken. Ja, vreselijk. Ja, en toen ik dus eindelijk iemand kon bereiken,
toen verdwaalde de ambulance. Echt? Ja. Jezus, dus dat duurde toen niet? Nog langer, ja. En toen hebben ze me op het grasveld gestabiliseerd met lachgas. En hebben ze een soort van, ik weet niet wat het is. Ze hebben mijn been recht getrokken en dan hebben ze een soort van kussen omheen geblazen. Mm-hmm. Mij vervoerd en noodgips erop. En al volgende dag geopereerd om te stabiliseren. Ja. Twee dagen later nog een keer geopereerd. Toen hebben ze een stukje heup weggezaagd. Mm-hmm. En een stukje spier uit mijn bil hebben ze weggehaald. Dus daar hebben ze dan mijn kniebanden van gemaakt. En met die heup hebben ze wat verbindingspunten bij mijn enkel gemaakt. Ja. Na een hele lange tijd in een fixatuur extern gezeten. Dus dat zijn pinnen buiten je lichaam die de stukken bot dan op de plek houden. Mm-hmm. En dan periodiek draaien ze dan die pinnen strakker, zodat het goed blijft zitten. Super pijnlijk klinkt dat. Ja. Dat was het ook, denk ik. Ja. En een tijd daarna, een aantal maanden weer opnieuw. Tussendoor nog een behandeling gehad, want je Achillespees die krimpt. Mm-hmm. Je krijgt een soort van balletvoetje. Oh. Dus, dat is heel goed dansen. Ja, dus dan Jeetje. Hebben ze een Achillespees één knipje gedaan. Mm. Toen moest ik opnieuw leren lopen. Toen ben ik ontslagen uit waar ik lag. Mm-hmm. Maar wel onder controle, dus ik moest twee keer in de week nog naar het ziekenhuis. Ja. En op een gegeven moment was ik in de spreekkamer. Ik begon onwijs te zweten en ik voelde me niet goed. En toen moest ik bloed prikken en toen, toen was het dus niet goed, want ik mocht niet meer naar huis. Zo. Dus ik moest dus blijven. Ja. En toen zei hij van, de bloeduitslagen zijn helemaal niet goed. Dus toen doorverwezen naar het LUMC, naar een bevriende chirurg eigenlijk. En na een kijkoperatie kwamen ze dus achter dat ik een botinfectie had. Jeetje. En toen zijn we een masculet beenmergtransplantatie traject ingegaan. Ik denk na de tweede operatie, zag ik lichtflitsen door mijn ogen. Tijdens de, of na de tweede operatie? Na de tweede operatie. Ja, dus ik lag op de kamer en ik denk, wat raar joh. Alsof iemand met een stroboscoop zat te spelen. Ja, ja. Ik denk, dat is raar. En ik zag ook, de ene dag was het wazig, heel erg wazig. Ja. Alsof je door een beslagen spiegel kijkt. Mm-hmm. Weet je, als je heel warm hebt gedoucht. Ja. En dat de spiegel dan helemaal beslagen is. Zo zag ik dan mezelf. Of zo, zo keek je. Ja. Dus ik zei tegen die zuster van, dit is echt zo raar. Ik zie, gisteren was het helemaal, leek het alsof ik door een beslagen spiegel zat te kijken. En nu zie ik alsof het stroboscoop, iemand met een stroboscoop zit te spelen. En dacht je eerst dat het door de operatie kwam? Eerst wel. Ja, dat snap ik. Ja. En zij schrok een beetje en toen zei ze van, maar dat is niet goed. Toen kwam er, ik denk iemand van de oogafdeling met zo'n, waarmee ze ook kijken naar baby's. Hè? Ja. Ze smeren gel op je ogen. Ja. En dan gingen ze met zo'n scanner, gingen ze mijn ogen bekijken. Mm-hmm. Ik denk 3 kwartier later lag ik onder een MRI-scan. Ik werd een scan gemaakt. Zo. En toen werd het stil om mij heen. De artsen die dat dus deden, dus ik vroeg, wat is er aan de hand? Want het is allemaal zo abrupt nu zo. Ja. En toen, toen werden de foto's gemaakt. Foto's werden doorgestuurd naar het oogziekenhuis Rotterdam. Om toch nog even iemand anders het ernaar laten kijken. Mm-hmm. En toen, toen zei de oogarts van het LMC van, het ziet er niet goed uit. Het lijkt alsof je van die kleine cystjes hebt op je netvliezen. Mm-hmm. Die aan je netvliezen zitten te trekken. En het was maar heel klein. Het was maar
nou, de grootte van een kwart rijstkool. Maar op allebei de ogen? Op allebei de ogen, ja. Ja. En, nou, toen werd ik dus vervoerd naar het oogziekenhuis. Terwijl je dus ook nog net met je been zat, met hè? Mijn been zat, ja. En dus, nou, toen hebben ze dus, ik denk een paar dagen later al geopereerd. De eerste operatie hebben ze geprobeerd weg te branden met, volgens mij, met stikstof. Ja. Nou, iedere keer als ze er iets probeerden te doen, ging mijn zicht achteruit. Dus ik ging, nou, dus uiteindelijk ben ik van 100% zicht met 100% sterkte binnen een jaar tijd naar 0% zicht en 0% licht gegaan. Ja. En denk je dat die operaties het erger hebben gemaakt? Of was het sowieso... Die van mijn been? Of die van... Nee, die van je, sorry, van je ogen. De ingrepen. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee. En ik kreeg wel iedere keer te horen van, nou, dit zien we niet heel vaak, maar ik werd wel voorbereid op het ergste. Hmm. Ja. En ja, iedere keer heb je natuurlijk wel hoop. En iedere keer denk je, erger dan dit gaat het niet worden. Ja, dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Dat kan niet. En het ging ook wel best wel met grote stappen, want eerst kon ik alles nog zelf zien, kon ik nog dingen onderscheiden. Alleen had ik moeite met ondertiteling lezen. Ja. Na twee operaties zag ik contouren en mijn vormen nog wel, maar zag ik geen details meer. Op een gegeven moment zag ik alleen maar de omlijningen. Ja. Dan zag ik een persoon, maar niet de oren of de weet je, hoe je haar zat. Of. Ja. En op een gegeven moment zag ik alleen maar licht en donker. En ik denk na april 2016, daarvoor zag ik gewoon helemaal niks meer. Ja, want dat was dus na een operatie. Ja, en toen kreeg ik dus de diagnose, officiële blindheid. En wat ging er door je heen? Ja, ik bedoel... Ja, wat ging het? Nou, toen dacht ik nog... toen dacht ik nog echt wel... Dit komt wel weer goed. Je houdt een soort van hoop. Ja. En dat gaat dan in ups en downs. De ene keer denk je, oh, dit is zo, dit blijft zo. Zo ziet mijn leven dus voortaan uit. Maar wat voor nut heeft het dan nog? En op een ander moment denk je van, nou, dokters zijn best slim. Volgende maand zie ik weer. Dus dan stap ik weer in een auto. Ja. En ook lange tijd gedacht, de dokters hebben iets gedaan. Of heb ik iets fout gedaan of zo? Of, al die vragen. Het is echt een flipperkast. Ja. Je gedachte is net een flipper. Ja. En het schiet van alle kanten. Dus je kan geen... je wilt van alles, maar je wilt ook iedereen schuld geven. Maar je wilt ook overal oplossingen zoeken. Precies, en, alles tegelijk. Ja. En die paniek? Paniek was er nog niet helemaal. Want ik zat wel in een veilige omgeving. Ik zat constant gehospitaliseerd. Dus er werd gewoon wel voor mij gezorgd. Ja. Dus ik hoefde me niet druk te maken om eten en drinken. En dus die paniek had ik niet. Maar je hebt natuurlijk wel het piekeren, dat komt al dan natuurlijk wel. Ja. En ja, maar instanties waren er wel heel vroeg bij. Eerste instantie was Bartimeus er vroeg bij en daarna was Koninklijk Fysio bij betrokken. Dus terwijl ik behandeld werd voor mijn been, leerde ik dus braille of leerde ik al mijn telefoon bedienen. Ja. Of leerde ik hoe je in kon loggen in een online blinde bibliotheek. En dus daar waren dus heel veel dingen liepen wel tegelijkertijd, waardoor eigenlijk het verwerken een beetje naar voren werd geschoven of uit werd gesmeerd eigenlijk. Ja. En toen, nou ja, toen waren we nog niet, want 4 maanden later, toen... Ja, nou, het licht ging uit en ik werd ontslagen vanuit het LUMC. Ja. Ik ging meteen door naar het Low Erf in Apeldoorn. Mm-hmm. En iedere week kwam er een zuster langs
Die maakte foto's, dat werd opgestuurd. En ik denk, op een middag, zij kwam nog 's ochtends, nou, zo. Ik denk, die hele week was mijn been al een beetje opgezet en ik voelde wel vocht op het verband, maar ik wist niet wat het was. Ja. Nou, dus zij maakte een foto, maar ze zei van, hè, dat zal hij je hechtingen lekken. Nou, had een foto gemaakt. De foto had ze opgestuurd naar het LMC. Nou, dat was 8 uur, denk ik. Hmm. Ik denk, ik liep van locatie op het Loo Erf zijn, heb je meerdere gebouwen. Dus in één gebouw heb je muziek, in ander gebouw heb je handvaardigheid. In een ander gebouw heb je zijn de woonfaciliteiten. Mm-hmm. Dus je loopt op het terrein van gebouw naar gebouw. Dus ik liep met een begeleider mee en zij zegt tegen mij, er komt een ambulance het terrein op rijden. Dus ik zei, oh, eindelijk, dan gebeurt het tenminste hier nog eens wat. Ja, precies, ja. Als grapje. Als grapje eigenlijk. Ja. En dus wij komen het hoofdgebouw binnen. En dat was die ambulance dus voor mij. Ja. Dus die jongen bij de receptie zegt van, ja, je moet meteen je chirurg bellen voordat je naar boven gaat. En dus ik had hem aan de telefoon en hij zegt, ja, er komt straks een ambulance. Nou, volgens mij staat hij er al. Ja. Zei, ja, je moet nu binnenkomen. Ik zei, ja, maar kan dat niet wachten? Want ja, de week is nog niet voorbij. Nee, kom maar nu meteen naar binnen, want ik had dus een fibrineuitslag. Fibrineuitslag betekent dat je bloed, eiwitten aan het scheiden is. En dat, mm-hmm, dat zijn de eerste tekenen van afstotingsverschijnselen. Ja. Dus ik moest meteen. Dus ik had niet eens tijd om kleren te pakken. Ik moest ook meteen liggen, het ambulance in. En nou, 3 keer knipperen met mijn ogen en ik lag weer in het LUMC. Zo. Ja, toen begon weer een medische rollercoaster. Aan een kijkoperatie gehad. Eerst een onder de PET scan. Dan krijg je een vloeistofje. Dan krijg je, moet je onder de scanner. Mm-hmm. Zag er niet goed uit. Zei hij van, nou, het ziet er niet goed uit. Ik wil het toch zien. Toen heeft hij me geopereerd meteen die ochtend. Daarna, de dag daarna. Toen hoorde ik eigenlijk niks. Toen heeft hij dus blijkbaar wat mijn dossier doorgestuurd naar een arts in Gent, volgens mij, en een arts in Berlijn of in Frankfurt. Een van de twee. Een bevriende arts. Mm-hmm. En naar het AMC. Twee artsen hebben nog meegekeken bij een kijkoperatie nog een keer. En ik denk, ik werd tweede week juni binnengehaald. Ik denk dat ik toen op 3 juli het slechte weergesprek had gehad, of kreeg. Ja. Dat hij toen zei van, dit ziet er echt slecht uit voor jou. We kunnen een aantal dingen doen. Of we doen niks. Mocht dat die infectie je bot doorbreekt. Maar dan hele grote kans dat je hele been gaat verliezen. Maar je been ga je sowieso verliezen. Ja, dat wist je eigenlijk ook. Ja. Of je mag een beslissing maken en dan kunnen we nog je knie redden. Dan heb je nog je kniefunctie. Ja. Of je mag hetzelfde traject nog een keer doen, maar dan in een ander ziekenhuis. Maar dan zou hij dus wel zijn. Dan was het voor hem het dossier gesloten. Okay. Alleen, dat vertelde hij er wel bij. Alleen, de kans op herstel of terugkeer van functie is minder dan nihil. Zo, ja, dat is echt gewoon. Ja, ja. En toen. Dus toen eigenlijk was het dan is er eigenlijk het enige wat er overblijft is amputatie. Ja. Maar vanaf welk punt?
Want wacht je dan? Precies, wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja, want als je bovenbeen verliest, dan zou je in principe niet meer trap kunnen lopen. Nee. En dan pas merk je hoe belangrijk zoiets kleins is als traplopen. Ja. Ja. En het gekke is, toen heb ik nog bedenktijd gehad of gevraagd. Want het ging allemaal toen zo verschrikkelijk snel. Dus toen, ja, toen heeft hij nog wat, wat prothesebouwers langsgestuurd met ja, hoe ziet die prothese eruit, hoe werkt het. Dus daar heb ik toen nog wel wat, wat informatie over gehad en wat begeleiding. En dus ik heb gevoeld hoe zo'n bodysuit prothese eruit ziet en hoe dat werkt. En ja, een onderbeenprothese. Ja. En toch wel na wikken en wegen heb ik zelf besloten om te amputeren, maar dan onder de knie. Ja. Maar dan wel dat dan die arts de amputatieoperatie zou doen. En dat was dan ergens, ik denk 10 dagen. Dus ik had 10 dagen, had ik al een keuze gemaakt, had ik een datum van mijn amputatie. Dus ik had eigenlijk nog 10 dagen afscheid, om afscheid te nemen van, van mijn rechterbeen. Ja. Ja, dan eigenlijk, toen ik had besloten, al het grond onder je voet is weg. Ja. Dus je blijft maar beneden vallen. Want iedere keer als je denkt, dit is rock bottom. Nee, dan val je nog een verdieping lager. Ja. Ja. En ik bleef naar beneden tuimelen. Ja. En met een rotgang. Ja. En in die 10 dagen kwam eigenlijk de rust en het besef. Want kwam pas eigenlijk binnen. Want de wond werd niet meer uitgespoeld. En weet je wel, er werd niet meer uitgebreid. Ik kreeg nog wel wat pijnmedicatie en wat verband werd verwisseld. En werd de wond wel schoongehouden. Maar eigenlijk werd ik gewoon klaargemaakt voor amputatie. Ja. Ja, dan pas merk je hoe kwetsbaar je gezondheid of je leven of want het was echt heel raar, want in nog geen 18 maanden geleden stapte ik in een auto en reed met 160 over de snelweg. Ja. En nu lag je in een ziekenhuisbed al maanden, zag je geen dag en nacht meer en was je op het punt je onderbeen te verliezen. Ja, is echt zo heftig. Ja. Dus, dan na mijn, ik ze houden je nog 5 dagen binnen na een amputatie en daarna zetten ze je in een revalidatiecentrum. Ja, en toen, ik heb hiervoor heel fanatiek salsa danst. Ja. Nou, ik dacht, met een onderbeenprothese kan ik wel weer dansen. Ja. Want ik had, vlak voor mijn amputatie hadden vrienden wat boeken cadeau gedaan. Eentje was met 1 been in de finale van Jeffrey Huff. Dat is een bekende Hagenees van ADO TV die zijn been verloor. En boekje Kutkanker van Bibiana Mentel. Mhm. Dus die werd dan 's avonds voorgelezen door een nachtzuster. En ik heb toen dacht ik van oké, als zij kan snowboarden met een onderbeenprothese, ja, dan kan ik echt gewoon een paar dansjes doen. Achter in haar boek stond een
stond een mailadres van haar foundation. Dus die zuster had gemaild. En ik, volgende dag kreeg ik telefoon van Mentality Foundation. Ik dacht het is Edwin, haar man, die toen na de zaken waarnam. Ja. En was het dus zij. Mm. Om succes te wensen. En dat was een onwijs tof gesprek. En dat is wel heel toevallig. Want ik had haar denk ik een paar dagen daarvoor op tv gehoord bij De Wereld Draait Door. Wow. Dus ik herkende haar stem ook gewoon. Ja. Dus het was gewoon... Ja, je bent dan flabbergasted dat iemand dan jou belt in het ziekenhuis. Toen zei ze van ja, en, dus ik had het dus over dansen. Toen zei ze ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je duivelsoren worden weggesneden. Ik zei duivelsoren? Ja. Dus ze zei ja, dus dan een manier van amputeren waarbij je stomp romp is en niet hoekig. Oh. Dus ik zei, oh wacht even, dus dit moet je niet aan mij vertellen. Ja, dit moet je aan de chirurg vertellen. Ja. Dat moet je aan vertellen aan degene die de mes vast heeft. Ja. Want als ik daar onder narcose lig, kan ik niks meer aan, kan ik geen aanwijzingen geven. Nee. Dus zij heeft toen. Zij heeft dus toen een, met mijn chirurg gesproken. Nou, eigenlijk daardoor heb ik gewoon een compleet ronde stomp eigenlijk. Waar ik eigenlijk alles mee kan eigenlijk. Dus ik moest naar, dus na mijn operatie, 5 dagen daarna, moest ik naar het revalidatiecentrum. Toen werd ik weer vervoerd naar Den Haag. Mm-hmm. En toen, ik denk dat dat dan ergens in september was van 2016. Want... het salsa dansen was dan wel mijn laatste strook. Mijn laatste halm. Want voor de rest was er niks meer van mij over. Ik had niks meer aan die hotelschoolpapieren. Nee. Daar ging niks meer mee gebeuren. Nee. Ik had... alles wat mij maakte, die jaren daarvoor, was ik kwijt. Ik kon niet meer... zo vaak naar de film. Ik kon niet meer zelfstandig zo vaak het vliegtuig instappen en naar een salsa festival vliegen. Ik kon niet meer naar musea, naar bioscopen, naar stedentrips doen. Ja, dat was allemaal, werd dat ingedempt en werd je daarop bekort eigenlijk. Ja. Het enige hoop die ik was nog een dansje wagen. Hmm. Dus ik had een afspraak met de revalidatiespecialist. En hij vraagt, ja, heb jij nog dromen of heb jij nog doelen in het leven? Want hoe zie jij je leven voor je? Hoe zie jij jezelf dan nog? Ik zeg, nou ja, salsa dansend. En hij dacht dat ik een grapje maakte, want hij begon een beetje te lachen. Ja. Maar ja, het was voor mij serieus. Ik zeg, maar ik meen het. Ja. En toen, toen veranderde de hele sfeer in de hele kamer. Toen zeiden van, dat gaat denk ik niet meer gebeuren. Want je bent blind en je mist een been. Dus door die combinatie zou ik een evenwichtstoornis krijgen en instabiliteitsproblemen. Ja. Daardoor zou ik dus 80% van mijn tijd in een rolstoel zitten. Dus dansen was niet mijn doel. Hooguit een rondje om mijn huis met heel veel training. Ja. Ik moest mij focussen op eigenlijk vanuit mijn rolstoel opstaan en naar de keuken lopen. Ja. En vanuit mijn rolstoel opstaan naar mijn slaapkamer. Dat was zijn prognose. En dat was ook waar ik voor zou moeten gaan. Ja. Maar dat wilde ik per se niet. Jou kennen, nee. Nee. En ik wist... Tenminste, ik had wel het gevoel dat mij dit zou lukken. Ja. Alleen, ik werd een beetje tegengehouden. Ik had ook een prothesebouwer of een bedrijf of orthopedisch bedrijf gevonden die een prothese ging maken, maar dan niet eigenlijk meer voor het gebruik van, voor het statisch gebruik. Weet je wel, voor dat gebruik van, nou, je staat op uit de rolstoel en je loopt naar de badkamer. Geen high impact prothese, geen prothese die je de hele dag
kan aanhebben en die meebeweegt als een voet. En heel toevallig was in het revalidatiecentrum waren nog. Eigenlijk is het zo'n revalidatiecentrum echt zo'n centrum waar alle facetten samenkomen, maar ook verschillende orthopedische bedrijven. Dus er was een orthopedisch bedrijf die een jongen in dienst had, die zelf op een prothese lief, maar die ook wel fanatiek aan sport deed. Dus hij zei van, dan maak ik toch je prothese. Zo ging dat. Dan maak ik toch je prothese. Maar denk je dat je dan die voet kan maken? Ja. En dat ik dan weer kan dansen? Moet wel kunnen. En zo ging dat. Zo makkelijk. Ja, oké. En toen dacht ik, hè? En aan de ene kant werd ik tegengewerkt van, bereid je maar voor op een rolstoel. Ja, precies. Er werd al een rolstoel, was al helemaal aangemeten. Hè? Was al helemaal... Bizar. Was al helemaal aangemeten, uitgezocht. Welke kussen ik moest hebben, welke stand de zitting moest zijn. Was al helemaal klaar. En hij zei van, dan doen we dat toch gewoon. Ja. Dat zal misschien niet in één keer gaan, maar gaandeweg kunnen we het wel aanpassen. Wat ik toen heb gedaan is, ik heb toen een salsa-leraar gebeld in Den Haag. Toen had ik nog geen prothese. Ik kon dus toen nog niet eens lopen. Dus toen is hij langs geweest met de eerste prothese. Voordat ik de eerste stappen had gezet op prothese, had ik... In de revalidatielessen zat ik met hem al de eerste passen te maken. Zo zijn we eigenlijk door vallen opstaan wel weer steeds verder gekomen. Ik ben op een gegeven moment wel zo ernstig gevallen dat fysiotherapeuten, revalidatieartsen zeiden van alsjeblieft stop met je poging, want het gaat je niet lukken. Nee. En toen zei ik van oké, ik ga hier lopend die revalidatiecentrum uit. Ik heb nog 2 maanden om te leren lopen. Of 2,5 maanden had ik om te leren lopen. Want toen werd ik alweer verwacht in Apeldoorn. Jeetje. Dus toen, ik heb nog 2,5 maand. Ik ga hier lopend. Het revalidatiecentrum. Al moet ik, weet je wel, met zo'n loopkruk. Richting de auto. Maar schuifdeuren verlaat ik lopen. Ja. Dus dat is dus uiteindelijk wel gebeurd. Ja, dus... En hoe heb je dat met zoveel mentale kracht gelukt? Want je danst ook weer salsa nu. Ja. Iedere keer positiviteit te proberen in te houden. Mm-hmm. Iedere keer wel. Heel veel boeken gelezen. Heel veel mensen zijn er langs geweest. Ik heb heel veel geestelijke verzorging gehad. Ja. Wie is je grootste inspiratie? Of in ieder geval een grote inspiratie. Een grote. Ik heb laatst weer de... De bio gelezen van Gandhi. Ja. Dat was een hele grote. Ik heb nu een boek gelezen van iemand anders die dicht bij hem in de buurt was. Bleek toch niet zo'n hele aardige man te zijn voor zijn eerste kring. Oh. Maar dat blijft wel een bron van kracht voor mij. Ik heb In de voetsporen van de Boeddha gelezen. Dat was wel een hele goeie. Ja. Ik heb, hij is geen imam, maar iemand die studeert om imam te worden. En die las mij gedichten voor van Rumi. Hmm. Is ook spiritualiteit. Toen viel het eigenlijk wel een beetje samen van, als ik dit wil, dan moet ik dit dus gaan doen. Ja. En niet meer me laten leiden door anderen, ja. Door wat anderen denken dat ik kan. Het zijn veelal statistieken wat je dan
hoort. Hè? Ja, waar je eigenlijk mee om je oren wordt geslagen. Ja, klopt. Ja. Ik denk om je verwachting te managen of te onderdrukken. Dus dat is... Dus ik dacht, als ik dit wil gaan doen, dan moet ik het gewoon zelf doen. Ja. Dus daarom heb ik mijn eigen multidisciplinaire team bij elkaar gezocht. Ja. En die jongen met mijn prothese had gemaakt, die zei van ja, er is een oude fysiotherapeut hier in Den Haag. Hij heeft in het leger gezeten. Hij werkt in het militair hospitaal in Utrecht, maar hij heeft een praktijkje hier. Hij is geen aardige man. Als één iemand je kan normaal leren lopen, dan moet je gewoon bij hem aankloppen. Ja, is gewoon hardcore, zeg maar. Ja, echt iemand uit het leger. Ja, ja. Ja, gewoon als je valt en dan gewoon niet helpen. Gewoon, stel zelf maar op. Sta maar op, ja. Zo'n persoon, dus ik ben bij hem geweest. Hij heeft me echt bizarre dingen laten doen. Met de prothese op een trampoline, rondjes springen. En op hoog tempo... zonder stok door de straten lopen. En, bizar. En ik stond op een hele grote kussen. En toen ging die iedere keer vanaf een andere plek ging die me duwen. Zodat ik stabiliteit ging zoeken op mijn prothese. No Mr. Nice Guy. Nee. Was echt, Echt gedeeld. En dat heeft mij wel geholpen. En iedere keer filmpjes gemaakt. Tijdens dansoefeningen opgestuurd naar een orthopedisch chirurg in het Bronnevo ziekenhuis. Dit was vanaf 2017, denk ik. Ik heb in 2018 al een filmpje gemaakt waar ik aan het dansen was. En naar iemand anders hadden ze dat naartoe gestuurd. En hij stuurde terug. Ik kan niet geloven dat deze jongen op prothese danst en blind is. Dus toen, die zag het al niet eens meer. Ja, zo bijzonder, hè? Ja, ja. Vanaf dat punt is het eigenlijk... loop ik eigenlijk gewoon. En de meeste mensen... die pas achteraf horen dat ik op prothese loop... die zeggen, ik had het niet gezien. Nee, zie je echt niet. Nee, want ik kan ook gewoon trap op en af. Ja. En ik trek hem 's ochtends aan. En 's avonds doe ik hem uit. Natuurlijk heb ik af en toe wel van die kwaaltjes, weet je wel. Fantoompijnen en van die gevoelens. En dat je tenen voelt of kietelen of zo. Dus dat voel ik dan nog wel. Ja. Maar over het algemeen zien mensen niet dat ik op een prothese loop. Nee. Hey, en comedian, dat is wat je nu doet. Ja, inspirator, motivator. Ik ben dus in het sprekersvak gerold en ik wilde heel veel humor daaraan toevoegen, want... Het is best een zwaar onderwerp. Ja, klopt. Ja. En dat wil je natuurlijk wat lichter maken en humor... Dat had je altijd al. Ja, en humor zorgt ervoor dat... grenzen verdwijnen wil ik niet zeggen, maar dat grenzen verlaagd worden. Dat mensen praten dan wat makkelijker, vragen dan ook wat makkelijker. Ja. Dus, dus ook in humor zit wel werk. Het is niet, er zit best wel structuur in. Mm-hmm. Je bouwt iets op en je bouwt spanning op en je verlost de spanning eigenlijk. En dat is het gelach. Ja. Ik mocht wat vertellen over revalideren en over hoe ik behandeld werd. Maar in de revalidatiecentrum werkte ook Ramona Fransen. En zij was toen in die tijd getrouwd met, nu ben ik zijn naam kwijt, Mark de Hond. Mm-hmm. En die was daar toevallig. En terwijl ik aan het vertellen was... aan vierdejaars medicijnstudenten die specialisatie revalidatie gingen kiezen. Mm-hmm. Dus die zei ook van het was echt wel leuk om naar je verhaal te luisteren. Dat was echt wel grappig, maar wel heel ongestructureerd.
Dus als je hier iets mee wilt doen, doe er dan wat aan. Ja. Ja. Dus toen mocht ik drie keer, of ik ben twee of drie keer met hem mee geweest naar een talk van hem. En toen ben ik, toen dacht ik, oké, als ik hier werk van wil maken, van het spreken, dan moet ik het gewoon ook serieus als werk gaan behandelen. Ja. Dus ik ben ook comedy cursus gaan doen. En eigenlijk, toen, na zo'n cursus, dan is er een soort van eindopdracht. En dat is dan optreden voor een zaal. En in ons geval was dat het Haagse Kabaal Theaterfestival. En dat is best wel een groot theaterfestival onder de amateurverenigingen. Mm-hmm. Dus toen moest ik 6 minuten een comedy show doen. toen dacht ik, dit is leuk. Dit wil ik blijven doen. Erbij. En eigenlijk is dat... Ik merkte dat ik niet alles uit de cursus had kunnen halen. Wat ik had willen halen. Mm-hmm. Want het was ook heel veel zang en dans en het was heel breed. De comedy is ook best wel breed. Want alles was toegestaan, sketches. Maar ik wilde echt gewoon puur verhaal. Ja. En het verhaaltechnische kant gaan ontwikkelen. Dus toen heb ik een jongen ontmoet via ook wel Farbod. Die heeft me eigenlijk een beetje onder zijn vleugels genomen. En eigenlijk, sinds die tijd is het eigenlijk steeds meer gaan rollen. En ben ik de comedyclubs afgegaan in Nederland. Zo ben ik nu nog steeds daarmee bezig. Ja, heel leuk. En zo is humor toch wel een heel groot gedeelte. Het was al een groot gedeelte, een belangrijker gedeelte geworden van mijn leven. Ja. 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 Mooi. Even een kleine break tijdens de podcast van Holistisch Leven. Want wil jij ook leren om op holistische wijze naar klachten te kijken en jezelf en anderen te helpen om gezond en gelukkig in je leven te staan? Zomaar opleidingen geeft diverse opleidingen tot Reiki, tot holistisch therapeut, spiritueel coach en nog andere dagcursussen. Wil je daarmee lekker aan de slag? Volg dan gratis een online proefles en maak kennis met onze unieke werkwijze. www.zoma-opleidingen.nl. We hopen je daar te mogen verwelkomen. En nu weer gauw terug naar de podcast. Ik heb een kaartje voor me liggen. Die kan ik natuurlijk nu niet meer lezen. Nee. En ik heb hem van tevoren getrokken. En de vraag die daarop stond was... als je met iemand een theetje of iets van een koffietje zou mogen doen... met wie zou dat zijn? Mag ook iemand zijn die niet meer leeft? Ik denk dat dat toch dan iemand... ik weet niet wie dat is, maar iemand die boven... is, mm-hmm. Waar, want ik ben benieuwd, hè, wat is het doel voor mij om dit allemaal mee te maken? Ja. Want in zo'n korte tijd je complete zicht verliezen, dan zelf beslissen je been eraf te moeten laten halen, je verliest alles eigenlijk. Je verliest. En je partner ben je ook verloren, ja, toch? Nou ja. Ja, maar ik heb er ook al eentje leren kennen in het ziekenhuis. Ja. Ja. Je hebt. Er gebeurt zoveel in een hele korte periode. Ja. Ik ben in 2 jaar tijd meer dan 20 keer geopereerd geweest. Ja. Ik ben constant van ziekenhuisbed naar ziekenhuisbed gegaan. Ik heb, ik denk, meer dan 2 jaar totaal. Nee, 2014 begon het ongeluk. Eind 2017 kwam ik pas thuis. Ja. In die tijd heb ik heel veel dingen verloren, maar heb ik ook wel. Zijn er dingen ook weer bijgekomen?
Dus ja, het, er gebeurt zoveel. Maar het kan niet zo zijn dat het zomaar is. Nee. Maar ik, nu weet ik nog steeds niet van waarom. Waarom ik dan? Waarom ben ik in zo'n korte tijd aan beide ogen blind geworden? Ja. Want wat zou jouw antwoord hierop zijn? Als jij het zou beantwoorden? Ja. Ja, dat vind ik dan wel lastig. Want ja, je wilt antwoorden, maar aan de andere kant maakt het er ook weer niet beter op. Maar het verklaart natuurlijk wel een hoop. Mm-hmm. En als je spiritueel ernaar kijkt? Nou, ik heb wel mezelf beter leren kennen. Ja. Want ik was altijd wel... kleren moesten duur zijn. Of weet je wel, je had een soort... Ja, je wil een goede baan. Maar ja, nu geef ik daar niet zoveel meer om. Nu heb ik wel meer... Geef ik meer om de tijd. Meer om de aandacht. In plaats van de... En kwaliteit. Ja. Ja. Want we zijn zo kwetsbaarder. We zijn zoveel kwetsbaarder dan we denken. Ja, want waar zit voor jou de kwaliteit het meeste in? Nou, ja, ik wel. Ik ging van de week ramen eten met een vriendin van mij. Het is een Japanse noedelsoep. Dan denk je, ja, dan komt alles, weet je, de zon scheen. Het is lekker eten, het is gezellig. Dan komt eigenlijk, alles komt bij elkaar op het juiste moment, op dat moment. Ja. En dat is eigenlijk onbetaalbaar. En dus ik ben ook wel anders. Ik ben ook wel andere dingen gaan doen. Ik doe ook zelf vrijwilligerswerk. Waar? Bij Buddy Network, een organisatie in Den Haag. Mm-hmm. Daar heb ik contact met een jongen die ernstig MS heeft. Een hele jonge gast. Mm-hmm. Ja, de. Ja, en af en toe een broodje eten, heel veel bellen, ja. Dus ik ben wel niet meer dat die kapitalistische, commerciële jongen van de hotelschool. Nee. 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 Dus ik, weet je, mijn tijd is het meest waardevolle wat ik gratis weg kan geven. Ja. Dus dan doe ik dat bij hem wel. Dat, weet je, dat doe ik dat graag. Mm-hmm. Maak ik daar ook tijd voor vrij. Ja. Maar dan maak ik er ook echt tijd vrij. Weet je, dan ga ik niet tussendoor mijn telefoon zitten kijken of zoiets. Of, nee, daar ben je echt met aandacht bij. Ja. En ik merk dat ik daar meer waarde aan hecht dan eigenlijk het snelle leven wat ik daarvoor had. Ja. Weet je, zo gefocust op ga ik die baan nemen? Ja, maar dan ga ik wel op achteruit. Ja. Ja, nu zou ik denken van, oké, maar ga je... Zou je dan groeien in die baan? Weet je wel, ja. Dat is dan voor mij wel... Ja, je persoonlijk ontwikkelen. Ja. Ja, groeien als mens, maar ook blij en echt diep gelukkig zijn. Ja. Maar. Ja. Ja. Want als ik dan iets niet wil gaan doen... Op een dag, ja, dan ga ik dat ook niet doen. Want als ik dan toch ga doen, dan ga ik het met halve aandacht doen. Ja. En dat is dan niet eerlijk tegenover die persoon. En maar ook tegen jezelf. Nee, precies. Want je gaat toch zitten hikken. Ga je toch voelen. Ja. Ja. En dat wilde ik niet meer. Nee. Dus zo ben ik eigenlijk alles nu wel zo in die manier aan het inrichten een beetje. Ja. Wat echt jouw waarde toevoegt, waar jij tijd aan wil besteden. Ja. En ook gewoon wel wat meer voor mezelf, weet je, voor mezelf, tijd voor mezelf nemen. Ja. En het, ik heb sinds, moet ik het even, ik zeg het net, volgens mij sinds 2,5 jaar, 2 jaar heb ik een hond. Mm-hmm. Heb ik een blinde geleidehond. Ja, dus het is gewoon heerlijk om op het strand te zijn met hem en in de bos. En dat heeft me ook wel
wat veranderd. Hè? Want ik was helemaal niet van de huisdieren. Ik haatte huisdieren. Ja, dat weet ik nog wel. Ik had mijn konijnen, weet je. Ja, en kruimel. Kruimel? Ja. God, dat je dat nog weet. Ja, ik dacht echt, wat doet ze met die hamster? Hamsters, ja. Hamster, ja. En iedere week met zo'n hok de trein in. Ja, dat deed ik ook nog, hè? Ja. Kan wat, ja. Nee, maar ik dacht met een hond, wat moet ik met een hond? En ik heb toch een aanvraag gedaan voor een hond. Ja, nu denk ik van, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ja, ja. Maar dat is echt bizar, want er is iets, ik denk magisch met honden, maar volgens mij met meerdere dieren die lezen jou. Ja. Want als ik bijvoorbeeld aan het dromen ben, want ik droom dus wel heftiger, omdat ik heel goed heb kunnen zien, dan droom je wat heftiger. Dan hoor ik hem naar mijn kamer komen en dan gaat hij bij de deur liggen. En als ik een goede dag heb, dan is hij ook gewoon wat springeriger, wat vrolijker. En dus ik merk ook gewoon dat hij... Ik merk dat hij... Ja, op elkaar zijn. Ja, een soort van... Dat we in sync zijn of zo. En dus dat is wel grappig. Ik had mezelf nooit met dieren verwacht eigenlijk, nee. Nee, goh. En het is toch wel... je moet er toch 3 of 4 keer naar buiten. Maar ook als het regent. Ja. Maar ja, nu denk ik van ja... het is voor de hond, dus ja, het is voor Taki, dus laten we gaan. Of Dus dat is echt, dat is ook wel gewoon, dat heeft mij ook wel veranderd. Weet je, ik ben wel, ik denk misschien wel zacht aardiger geworden. Meer in contact met het gevoel en met jou zijn. Ja. Hey, en Peter. Ja. Ik zie jou natuurlijk niet, maar jij mij wel. Er zijn een paar vragen. Misschien dat we er... Ik weet niet hoe wij zitten qua tijd. Dus dat kun jij het beste inschatten waar er ruimte en tijd voor is. Ja, nou ja, we hebben best een hoop vragen binnengekregen. Ja. Nu hebben we eigenlijk al best een hoop vragen behandeld. Ja. Dus ik zal er vooral een paar uitpakken die we nog niet hebben gehad. Fijn. Ik vond dit zelf ook wel een hele mooie vraag. Ik merk dat mensen het moeilijk vinden om normaal te praten met iemand met beperkingen. Ze weten niet zo goed hoe ze bijvoorbeeld over de beperking kunnen beginnen en erna te vragen. Wat is jouw tip hiervoor? Gewoon doen. Ik zat in het Loerf opgescheept met, zitten denk ik 60, 70 blinden slechtzienden bij elkaar. Dan worden de hardste, wreedste moppen, grappen gemaakt die er zijn. Dus mensen met een beperking kunnen echt wel een stootje hebben. Er is geen blinde grap die ik al niet meer niet heb gehoord. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen, horen komen. Mensen schrikken soms van mij als ik dan reageer van als hun dan spreektaal gebruiken. Weet je wel, ik ga tv kijken. Oh ja, maar doe jij dat dan nog? Ja. Ik zet de tv aan en ik ga luisteren. Maar ja, we gebruiken het nog steeds. Ik ga tv kijken. Of kijk uit. Ja, dat zit... Het zit in de Nederlandse taal. Ja. Het zit er gewoon in. Ja, want jij zegt ook van kijk er naar uit je weer te zien. Ja, maar, ja. Dus je hoeft, je hoeft mensen met een beperking echt niet met een fluwelen handschoen te behandelen. En dat is wel grappig. Vaak is het ook zo, ik ben blind. Maar dan gaan mensen harder praten. Ja, oh ja, ik ben keer, ja, ik ben keer niks aan mijn oren. Harder praten. Ja, ja. Dus het handigste is van ja. Weet je, kijk, het kan ook best zijn dat mensen het vervelend vinden als mensen vragen krijgen over hun beperking. Maar ik denk dat voor alles is wel een tijd en een plek. Want je kan zelf aanvoelen, denk ik, van of het een gepaste vraag is of niet. Of het
ja, of het geschikt daarvoor is. Ja, ja. Want ja, ja, als iemand doof is, weet je, die wil best wel uitleggen wat de goede afstand is voor hem of haar, waardoor hij, zij jouw lippen kan lezen. Of waar of die gehoorapparaat heeft die afgestemd zijn op een geluidsterkte of zo. Weet je. Ja, dat zijn gewoon normale vragen waar iedereen antwoord op wil geven. Ja. Ja, bij mij ook. Ja, voor mij kan het niet zo gek. Voor mij kan het niet gek genoeg. Maar goed, dat is dan maar een persoonlijk dingetje. Want ik wil er wel gauw iets grappigs uit halen. Maar ja, ik ken ook wel blinde mensen die in mijn omgeving die het vervelend vinden om over hun oogaandoening te hebben. Want ja, er zijn zoveel oogaandoeningen. Ja. En zoveel oorzaken waardoor mensen blind zijn geworden. Ja. Want ja, mensen hebben vaak het idee dat blind, als je blind bent, dan zie je meteen niks meer. Maar, nee, maar het kan ook zijn dat je blind bent, maar je gezichtsveld is wel goed, alleen de scherpte is niet goed. Dan kan je ook gewoon klinisch blind zijn. Ja. Maar het is niet helemaal zwart. Ja, klopt. Ja. Of dat je, ik ken mensen die kijken door een rietje, die zijn blind. Maar die in het zichtveld van het rietje hebben ze 100% scherpte. Ja, ja. Maar die zijn ook blind. Ja. Dus ja, dus het blind zijn is een heel breed begrip. Ja. 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 Ja, en ik heb dus complete blindheid. Dus ik heb en geen lichtperceptie, maar ook geen restvisus. Nee. Ja, dan houdt er bij mij weinig op. Ja, hoe ziet het bij jou uit? Ja, helemaal zwart. Zoals bij jou nu. Ja, ja. Want hoe is het voor jou nu helemaal? Want je bent nu langer dan een half uur blind. Ik ben echt duizelig. Ja? Ja. Ja, je moet straks niet meteen opstaan ook. Nee, als je mag, dat zei je al. Nee, maar ik voel me echt duizelig. Hè. Maar, want hoor je, want mensen... Ik hoor je goed en ik voel je ook. Dus zeg maar, ik voel heel erg jou. Jouw ziel, jouw zijn. Ik voel Taki ook. Ik voel Peter ook. Ja. Dus ik voel heel veel. En ik merk dat ik knik tijdens het praten. Dus terwijl jij dat natuurlijk nu niet ziet. Maar ik voel wel dat ik dus die bewegingen nog maak. Praten met mijn handen. Maar ik ben echt een beetje duizelig, ja. Ja. Ja, dat zal... ik denk dan, ja, eigenlijk... je lichaam past al aan na 3 kwartier. Ja. Dus in principe zouden we straks al naar buiten kunnen lopen met een stok. Zonder dat je daar echt... zonder dat je daar echt heel veel last van gaat hebben. Want je lichaam is zo... Dat zit zo bizar in elkaar. Mm-hmm. Het lichaam heeft zo'n sterk aanpassingsvermogen. Dat je dat denkt aan na 3 kwartier... dat je eigenlijk... Ja, net zoals ik eigenlijk gewoon zonder... Ben je gewoon een ervaren blinde? Ja. Bizar. Bizar is dat. Hey, want we hebben ook een oefening nog. Of Peter, heb jij nog 1 vraag misschien? Nee, of? Ik zou omwille van de tijd denk ik dat we lekker doorgaan. Dit was ook de mooiste vraag die ertussen zat. En bijna alle andere hebben we al behandeld tijdens het gesprek. Dus, dank je wel, yes. Peter. Nou, we hebben een oefening met thuis. Nou, kijk, het is niet echt een oefening, maar ik had wel... kijk, als je thuis bent en je hebt... 2 smaken koffie, of je hebt 2 soorten appeltjes, of je hebt als je iets wat ze net hebben klaargezet, iets wat je net hebt klaargezet, ja, weet je, kraanwater of spa blauw, of maar ja, als het maar 2 is en je bent nu, nou, als je mee hebt gedaan, je bent nu geblinddoekt, ja, dan ben je al een tijdje, blind eigenlijk. En nou, zoals ik net zei, je lichaam past in een half uur past je lichaam aan. Op, dus je gaat je focussen op je andere zintuigen, maar ook wat een fabeltje is, hè, dat ik opeens beter hoor. Het is niet dat ik van 60.000 hertz naar 120.000 hertz ga. Nee. Het is meer dat je gefocust bent op geluid. Omdat je andere prikkels niet meer krijgt. Ja, want je... Nou, ik hoor de hond hier hijgen naast mij. Ik hoor jou. Ik hoor daar iets van een ventilator achter. Dus ja, dus dat zijn dan dingen die je
hoort. Ja. En, maar ook, ja, dat gaat ook met temperatuur, want je voelt dan wanneer de zon schijnt of wanneer het gaat regenen of dat, weet je wel. Mm-hmm. Maar ook je smaak. Dus ik had wel wat meegenomen. Ik heb appeltjes gesneden. Maar dan, als je dan thuis zit, dan wel, als je dan, nou ja, nou, gewoon een glas water drinken of Spa Blauw. Wat, ja, wat proef je dan? Waar proef je het op je tong? En ik ruik ze. Ja, nou, ja, ik geef. Ja, ik geef ze aan jou. Ja, ik heb hier. Ja. Nee, ik heb een aantal soorten appels gesneden. Ik pak er nu eentje. Ja, mag, hè? Ze, ja. En ze liggen qua familie liggen ze heel dicht bij elkaar. Ja. Ik ruik eraan. Ja. Hij ruikt wel een beetje oud al. Ja. Ja, mag ik dat zeggen? Ik heb ze vanmorgen gesneden. Hij ruikt dat hij al eventjes ligt. Oké, okay. Ik heb hem nu al even tegen mijn tong aan gehouden. Maar hoeveel soorten appels heb ik meegenomen? Je zei vier. Ja. Sorry, ik praat gewoon met volle mond. Gênant dit. Jij zei vier. Oké, dus ik moet eigenlijk eerst voelen. Dan. Want qua structuur, qua korreligheid, is er ook een verschil in. Ja, qua... ja, ik begin al, ik zet al gelijk mijn tanden erin. Het is qua, erg, hè? Oh ja, 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 ik voel je iets anders. Of ik denk iets anders te voelen. Ja, 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 deze is wat ruwer of zo. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh ja, ik heb hier een hele harde. Deze is lekker mals. Dit is een Elstar. 100%. Ja. Hoe weet je dat? Moet ik maar jou geven? Nee, maar eet maar op, ja. Ja, geef maar. Oh ja, wacht even. Daar ben je, daar. Oh ja. Dit is een Elstar, denk ik. Oh ja, ja. Ja, hè? Ja. Oké. Okay. Lekker zoet en knapperig. Oké, hier heb ik iets. Ik geef hem even aan jou. Ik twijfel. Ja, zo. Ik denk Pink Lady of een Jona Gold. Ik weet niet zeker. Oh, dit is een Granny Smith. Ik denk bijna goed, maar. Want? Dit is denk ik een Granny Smith. Ik heb geen ziekte trouwens. Niet dat je. Nee. Wat is het? Of is het een Pink Lady dan? Ja. Het is wel een harde. Ja. Ja. Ja, wat ik dus heb gedaan, want deze vier appels hebben een soort van... Maar ik heb er maar drie gehad, dus ik weet niet wat de vier moet ik even voelen. Ja, ik luister naar je. Van wie is het? Je hebt ze alle vier geproefd? Nee, want ik heb pas drie gehad. Die derde was een Pink Lady. Die eerste was een Elstar, denk ik. En die tweede, denk ik in Jona Gold, weet ik niet. Oh, ik heb het nu, maar ik weet niet wat ik nu heb. Hoor. Nee, dit is ook een Pink Lady. Dan heb je dezelfde gepakt. Ja, ik heb dezelfde gepakt. Oh ja, je hoort het al aan het knakken. Je hoort het al, hè? Ja, je hoort het aan het knakken, lekker. Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat dit die Elstar weer is. Ik heb de vierde niet. Nou, appels zijn met elkaar verbonden. Ja. Met een soort van, ja, appel. Andere appel. Mm-hmm. Familie van. Mm-hmm. Heb je enig idee welke? De appel van Eva? Ja. Nee, nee, nee. Sorry, nee. Sorry, het is even nee, de comedy vibe. En vertel, ze zijn verbonden aan? Nou, deze was harder, zuurder. Ja, ja, ja. Allemaal afgeleid uit de Granny Smith. Oh, de Granny natuurlijk. Ja, ja, dat is waar, ja. Dat heb ik ooit eens gezien in, in een tekenfilm of zo. Heel suf, ja. Dus, het is wel grappig, want dan, mensen denken een appel is een appel, maar nee, er zit zoveel verschil in. Ja, toch ook? Ook? Ja, dat is met aardappels ook. Een ene veel kruimeliger, de andere steviger, de andere is... Ja. Ja. En, ik heb tegenwoordig meer aandacht voor, ja, dit soort details. Ja. En, ja, en ook een tomaten, zei je. Ja,
tomaten, dus, tomaten, komkommers. Want mensen weten niet dat er 50 verschillende soorten tomaten of komkommers zijn. Nee, dat nee. En tomaten, hetzelfde verhaal. En ja, soms verliezen we de aandacht. Ja. Weet je, we leven in zo'n snelheid tegenwoordig dat we dat allemaal niet meer zien. Nee. En het lijkt soms, nu ik blind ben, dat ik dat soort dingen juist meer zie. Ja, ja. Nou ja, en ik zat ook nog even te denken, want je weet dat ik HSP ben, hè? Ja. En daar komen ook mega veel prikkels binnen. Dus af en toe, ik had van de week, nou, mijn dochter, die is, Maya is klaar nu met de basisschool, heeft de laatste week gehad, best wel emotioneel, zo met de musical en alles en zo. En ik kwam thuis en ik was zo overprikkeld. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daarin dus de prikkels diepgaander, intenser kan waarnemen, ja, door andere prikkels, zoals zien, dus in dit geval zicht, ja, niet meer, niet meer afleiden. Nee, klopt. Maar het is wel, dat is bijvoorbeeld in een kroeg. Ja. Als je dan niet blind bent, kan je elkaar goed verstaan, omdat je elkaars lippen ziet bewegen. Ja. Waardoor je elkaar ziet horen praten. Ja, ja, ja. Nou, ik hoor, ja, die muziek heel hard. En dus dat is dan voor mij echt, komt heel hard binnen, ja, zeg maar. Ja. 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 Terwijl ik wel naar een concert kan gaan of naar een salsafeest kan gaan. Ja. En ik kan wel op een salsafeest gefocust dansen. Ja, ja. Dus het is, hangt ook een beetje van de omgeving af en de situatie. Ja. Maar op een, als er een, op een verjaardag ben en veel mensen praten door elkaar heen. Mm-hmm. En ik ben los, ben niet ergens bij een gesprek begonnen, dan kan ik echt wel, dan komt echt alles binnen. Ja, ja. Maar als ik dus ergens in een restaurant ben, dan kan ik me ook echt wel focussen op een gesprek die een stelletje heeft drie tafels verder. Ja, dus zo, dus, ja, ja, precies. Dus zo, zo filter je dat een beetje. Maar het zuigt ook wel veel energie als je het niet controleert of beheerst eigenlijk. Ja, want jij bent natuurlijk niet blind geboren. Nee. En merk je in gesprekken met mensen die blind zijn geboren, dat daar zo'n groot verschil zit? Want jij weet hoe een boom daaruit ziet. Ja. Jij weet, ja, als we het ergens over hebben, weet je waar het over gaat. Nou, ik las wel, ik heb wel veel contact met een neuroloog die bezig is met een hersenchip voor blinden. Ja. Was dat niet in Engeland of zo? Nou ja, maar hij werkt ook gewoon in Amsterdam. Oh. Hij is gewoon directeur van de Hersenstichting in Nederland. Okay. Mm-hmm. Mensen die dus op latere leeftijd blind zijn geworden, die gebruiken hun visuele cortex nog heel erg. Ja. Ik droom ook nog heel erg in beelden. Ik, ja, zie ook nog heel veel dingen voor me. En ik, ja, heb, want jij kon mij nog voor me zien. Ja. Met een kuiltje in mijn wangen. Ja. Ik weet nog, ja, ik weet toch gewoon bepaalde details, weet ik nog. Dus als iemand zegt, ja, een boom, ja, hoe ziet die boom eruit? Is het een spar? Is het een eik? Is het, ja, een beuk? Is het, ja, voor iemand die blind geboren is, die weet niet anders dat, ja, een eikenblad er, of een boom is een boom. Gewoon een boom is een boom. Een stuk, ja, zo, ja, ja. Voor mij, ja, ik weet nog hoe de nachtwacht eruit ziet. En dat is niet uit te leggen aan iemand die blind geboren, ja, is. Ja, ja. Mis je het daarom extra? Ja. Ja, 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 want dat maakt het extra, ja, cru eigenlijk. Ja. Techniek gaat snel. Techniek is best wel goed. Ja. Er zijn apps waarmee je naar die bioscoop kan gaan. Ja. Maar dan wordt er dus in een app verteld wat er gebeurt tussen die dialogen door, wat er gebeurt op het scherm. Mm-hmm. Dus de jongen slaat de deur dicht. Bam. Oh ja. Hij kijkt heel boos naar haar en zegt, en dan hoor je, dan komt er dialoog. Ja.
Ja, dan haal je die charme van die film weg eigenlijk. Ja, precies. Ja. Het is ook, ja, dat wat je ziet is toch anders dan wat je hoort natuurlijk. Dus ik zou vorige week voor het eerst naar de bioscoop gaan, weer na 7 jaar, maar het is uiteindelijk niet... we zaten op het terras en we zaten zo goed. Maar er is er niet meer van gekomen. Maar ja, dat soort dingen mis je wel. Ik zal nooit meer naar mijn neefjes en nichtjes kunnen kijken als ze ondeugend aan het doen zijn. Ja. Of als de zonsondergang op Scheveningen, dat ga ik niet meer zien. Of, dat gemis, dat draag je omdat ik wel weet hoe het eruit zag, of dan heb je dat wel nog steeds voor je. Ja, ja. Dus, en het is wel, het doet pijn en blijft pijn doen, maar ik heb het ooit eens gezien en ik weet hoe het eruit ziet. Ja. En daarmee kan je dan nog een beetje die pijn een beetje dempen. Ja. Ja. Hey, en wat is je diepste spirituele boodschap die je hier uit mee zou nemen of wil geven aan mensen? Want ja, ik ken jou als heel veerkrachtig, heel erg dedicated, zeg maar. Dus als jij ergens voor gaat, en zo kende ik jou al voor die tijd, jij gaat ergens voor. Je bent what you see is what you get. Je gaat dwars door dingen heen. Jouw uithoudingsvermogen daarin, hè? Dus jouw wilskracht is zo sterk. Ja. Mentaal ben jij echt een beest, zeg maar. Ja. Wat wil jij meegeven aan mensen bij tegenslagen of dingen in hun leven wat moeilijk is? Wat zou je ze willen meegeven? Nou, ik denk, volgens mij heeft iedereen het wel in zich. Hm. Iedereen heeft een rugtas en iedereen heeft dingen meegemaakt. En iedereen... die na een tijd achterom kijkt, die kan zeggen, oh, dat heb ik best wel goed gedaan. Ja. En kijk, je hoeft geen label te hangen aan een pijn, hè. Want dat ik mijn been verlies, die pijn en dat verdriet kan net zo erg zijn als dat een jongetje van 4 zijn konijn verliest. Mm-hmm. Kan hetzelfde zijn, dus... Er kan geen label hangen, er is geen waarde aan een verlies. Maar iedereen heeft wel de kracht om ermee om te gaan op een manier. Alleen, je moet voor jezelf uitzoeken hoe kan ik dit kanaliseren. Ja. En mijn manier om... Het voor mij een uitlaatklep te geven en dat was humor. Ja. Dat verlichtte voor mij de pijn, dat haalde de spanning eraf, maar het gooide ook zout op de wonden. En ik haalde ook wel weer dingen open. Want, want ook hierover praten kan me voorstellen dat het ook wel heel emotioneel is. Ja, want ik vertel dus op het podium dat ik wel onwijs veel last heb van fantoompijnen. Mm-hmm. Maar dat je kan daar van alles tegen doen. Maar ik heb gekozen om daar niks tegen te doen. Want, nee. Dat zorgt er ook wel weer voor. Weet je, dat geeft je ook wel weer het besef van: oké, maar ik ben er nu nog. Ik ben er. Ja. Ik ben hier op dit moment met jullie. Ja. Ik sta op het podium waar ik wilde zijn, waar ik wil zijn. Precies. Wat ik moet doen. Ja. Dus dat. Het is een soort van bittersweet. Ja, het is een beetje. Bittersweet. Ja. Want heb je ook momenten gehad dat je dacht, ik stop er met dit leven? Ja, want ik dacht ook, toen ik beslissing had genomen, mijn been gaat eraf. Te amputeren, ja. Toen dacht ik, wat doe ik hier nog? Of heeft het voor mij nog nut om nog op deze aarde te zijn? Of welke waarde neem ik mee? Mm-hmm. Ben ik nog van enig nut in de maatschappij? Ja. Want ik wilde niet die jongen zijn die jullie s'avonds belt. Bel ik met mevrouw Beertsen? Schikt het dat ik u bel? Nou, ik ben van Ziggo. Oh, ja, ik heb een leuk abonnement voor je. Ja. Dat zag ik mezelf niet doen. Nee. Maar tijdens trajecten met... daar wordt er dan wel een beetje naartoe gestuurd van... je moet wel, als je iets wil gaan doen, zijn er niet veel opties meer. Nee, precies. Dat is wel, wordt dat opties kleiner. Dan. Ja, ja.
Dus dus daar had ik helemaal vooral het zelfbeeld. Ja. Het zelfbeeld was echt heel slecht, want je weet, ik was niet geboren met blindheid. Ik ben geboren met twee benen. Ja. Ik heb de wereld kunnen zien. Ja. Ik heb auto kunnen rijden. Ja. Noem maar op. En dat werd me afgenomen. Ja. Niks is meer wat het was. Nee. Opeens was ik afhankelijk van mensen die voor mij t-shirts gingen kopen bij de HEMA. Ja. Of zo. Of, en wat zou je mensen willen meegeven die misschien nu kijken, die wel eens aan zelfdood hebben gedacht of zelfdoding of wat dan ook? Daar gaan we. Nou, kijk, ik heb daar echt wel ook al serieus over na zitten denken. Mm-hmm. Want ik had ook al, ik had echt wel periodes waar ik dacht van, nou, voor mij hoeft het niet meer. Nee. Maar er is altijd wel weer een soort van, ja, een soort van sprankje of een lichtpuntje in je dag. Dat het toch wel weer, ja, dat het zinvol is. Weet je, dat het, ja, wat ervoor zorgt dat je weer een glimlach op je gezicht hebt. En die momenten zal de volgende dag weer zijn, maar dan misschien zijn er twee. Ja. En die dag daarna misschien wel weer drie. Ja, en ik had, want ik heb ook echt wel gedacht van, ik hoef dit niet meer. En ik was ook echt wel slaappillen aan het verzamelen. Mm-hmm. Die hebben op gewoon afgestaan. Dan wordt er gewoon wel veel. Toen werd er wel gewoon veel. Ja, duidelijk voor mij niet zozeer, maar dat het voor mij wat inzichtelijker werd van, oké, het leven hoeft hier niet op te houden. Er is nog veel meer. Er is nog zoveel meer. Er is nog veel, zoveel meer. Ja, er zijn, ik kreeg alleen maar die, die absolute succesverhalen te horen. Ik hoorde dat er in Antwerpen was er een blinde huisarts. Dat is toch fantastisch. Ja, heel gaaf. Ja. Ja, dus ik ben op zoek gegaan naar zulke pareltjes eigenlijk. Ja. En ja, op een gegeven moment, ja, dan. Die geven een soort van, ja, hoop. Hoop, houvast. Houvast, ja. En ja, dat heeft er wel voor gezorgd van, nou, dat ik wel de moeite neem om iedere keer de schouders om te zetten. Ja, en ik heb nog steeds, hè, van die dagen van, nou, ik heb, dit lukt niet. Ja, of, precies zo. Die spreekopdracht gaat niet door. Balen dit. Balen, ja, ja, weet je wel. Maar dat zou ook gebeuren als ik niet blind zou zijn. Ja. Dus, en het fijne is dat ik me nu wel redelijk goed omringd heb met mensen die in dezelfde flow en arbeidsethos zitten. En mm-hmm. Dus die trekken je dan mee. Ja. Stel je zit in een voor jou uitzichtloze situatie. Ja, er zijn instanties, de huisarts, praat met de huisarts, praat met je 113, is er zelf, telefoonlijn. Dus er zijn oplossingen. Je hoeft alleen maar de telefoon te pakken en te zeggen, ik heb hulp nodig. En dat is alles. En dat is alles, ja. En eigenlijk is dan, luisterend oor aan de andere kant. Dat is dan de helft van de pijn die verlicht gaat worden. Ja. Want dan is die spanning eraf. Ja, ja, ja. En dan, en dan die dag daarna gaat het weer een stukje beter. Mm. En dat is voor mij wel de houvast geweest. Kijk, ik heb geluk gehad dat al die jaren heen in het ziekenhuis, of ik nou in Den Haag lag, of het Leiden, of in Apeldoorn, dat er mensen bleven komen op bezoek. Ja. En als ik er dan voor zorgde dat het gewoon leuk en gezellig was,
en ze terug bleef komen, hielp dat voor mij ook. Ja, precies. Zo is het ook. Ja. 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 Nou, ongelooflijk inspirerend. We gaan nog een hoop van je horen, Robert. Want nou, je bent nog voorlopig niet klaar. De Kilimanjaro werd nog genoemd hè, als doel. Nou, op een boek was je ook nog mee bezig. Ja, dat is wel een beetje op de plank. Die is ook maar die ligt er nog. Ja. Maakt niet uit. Dat komt er vast ook nog. Robert, ik ben ontzettend dankbaar dat jij in deze podcast bent gekomen. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Onwijs leuk en onwijs mooi. Mensen thuis, ik wil jullie ook ontzettend bedanken voor het, ja, het luisteren, het meedoen met de oefeningen. Ik heb mijn bril nu net afgezet. Ja. Als je dat thuis ook doet, niet meteen opstaan. Niet meteen opstaan. Niet, moet even je ogen weer laten wennen dat je weer kan zien. Ja. Ja, het is wel echt wennen, ja. Ik was echt, echt best wel duizelig tijdens deze podcast, merkte ik. Ja, ja. Ja, want merk je dan ook dat... je merkt je heel erg dat er dingen veranderen om je heen en dat... Ja, het intenser van jou voelen, horen. En ik kijk nu heel even naar de tijd. Het is nu 2 uur, dus we hebben echt een... Dit is echt de langste podcast ooit, hè, Peter? Inderdaad, wat langer dan de... Ja, dus geen benul van tijd. Ja, nee. Vond hem ook heel mooi. Maar dus, nou ja, ontzettend dankbaar. En alle appeltjes die ik heb mogen proefen, volgens mij best wel redelijk... Ja, het was wel redelijk goed. Redelijk goed, toch? Ja. Ja. Nee, maar echt onwijs bedankt. En ja, je weet het, je bent gewoon ontzettend inspirerend, vind ik, voor mij. En ik denk voor heel veel luisteraars. Ik, ja, en vooral ook de openheid waarmee je alles vertelt en deelt. En ja, ja, gewoon dat ben je dankbaar. Leuk. Waar kunnen mensen je vinden, Robert? Website? Nou, gewoon op mijn eigen site, robertcharoe.com. Dat is Robert met dubbel B. Ja. En dan C-H-A-R-O-E aan elkaar. Ja, op de overige social media ben ik niet heel actief, wel LinkedIn. Ja, LinkedIn zie ik je wel vaker. Ja, maar overige, ja, daar heb ik dus mensen voor die voor mij dingen posten. Dus dat uiteindelijk, als je daar iets stuurt, komt het uiteindelijk wel bij mij. Maar ja. LinkedIn werkt voor mij prettiger, handiger. En je bent te boeken als spreker ook, ook, hè? Ja, via mij en via Athenas en de spreker.nl. Ja, ja. Dus er zijn een aantal kanalen via Showbird binnenkort. Dus ja. Mooi. Ja, blijf naar je luisteren. Leuk. Dank je wel, lieve mooie mensen die hebben geluisterd, meegedaan ook hiermee. Laat ons alsjeblieft weten wat jullie van deze podcast vonden. Of als je nog vragen hebt voor Robert, stel ze aan hem. En ik zie je gauw weer in een volgende podcast. Dank je wel voor het kijken of luisteren. Dag. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!